Welkom. Vandaag bekijken we samen met u welke oplossingen Daikin u kan aanbieden voor het verwarmen en koelen van één of meerdere ruimtes met behulp van een warmtepomp. Eerst gaan we kijken hoe een warmtepomp precies werkt. Een warmtepomp haalt voornamelijk zijn energie en warmte uit de omgevingslucht. Die zal die warmte gaan verpompen aan de hand van een compressor naar binnen. Dit zorgt voor een efficiënte en snelle verwarming in de winter en ook een efficiënte koeling en ontvochtiging in de zomer. Laten we eens kijken uit welke componenten een warmtepomp bestaat. We hebben één buitentoestel en daar zijn verschillende opstellingen mogelijk. We kunnen het buitentoestel ophangen aan de muur, of men kan het ook op het dak plaatsen, of men kan het tot op het einde van de tuin gaan plaatsen, onttrokken aan het zicht. Er zijn verschillende type binnentoestellen mogelijk, bijvoorbeeld een binnentoestel die op de vloer wordt geplaatst, zoals een radiator, of men kan voor een plaatsbesparende optie kiezen en het hoog aan de muur gaan installeren, of men kan het volledig onttrekken aan het zicht door het te installeren in een vals plafond of in een inbouwkast. Men kan dit op verschillende manieren bedienen, bijvoorbeeld met een infrarode bediening of met een muurthermostaat, of via een app, zodat we dit kunnen bedienen met onze smartphone of tablet. Er zijn verschillende uitvoeringen. Men spreekt van een split indien men één enkele ruimte zal verwarmen of koelen. Men heeft dus één binnentoestel die geconnecteerd is aan één buitentoestel. Wil men meerdere ruimtes verwarmen en koelen, dan gebruikt men een multisplit systeem waar verschillende binnentoestellen worden geconnecteerd op één buitentoestel. Men kan zo tot 5 binnentoestellen gaan connecteren aan 1 buitentoestel. Wat zijn nu de voordelen van een warmtepomp? Ten eerste, we hebben een laag verbruik in verwarming en koeling. Het verbruikt enkel wanneer er vraag is. We hebben een zeer snelle opwarming. En we hebben ook verkoeling en ontvochting in de zomer. En we kunnen meerdere binnentoestellen op één buitentoestel koppelen, waarbij we een onafhankelijke instelling per binnentoestel kunnen gaan garanderen.